In Via Cultura, de veranderingen in het seksisme. Over het doorbreken van het taboe om jezelf te kunnen zijn, naar onder meer de MeToo-beweging en de regenbooguitingen. Hoe is de tendens? Wat zijn de verschillen in maatschappelijke sectoren? En wat is de invloed van sociale media? Een gesprek tussen de culturele ondernemers Esther Donkervoort en Snorella, beeldend kunstenaar Arno Koenen en hussiebedenker Iris Anne de Smit. De live muziek komt van de kusjesmachine en de presentatie is in handen van Tom Hartman. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Via Cultura. En zoals u bij het inleidende geluidje al heeft gehoord, vanavond gaan we het hebben over de veranderingen in seksisme. Mijn naam is Tom Hartman en ik heb hier inderdaad te gast Esther Donkervoort, Snorella, Arno Koenen en tenslotte Iris Anne de Smit. Ik wil even kort beginnen met een introductie van een ieder. Arno, zullen we bij jou beginnen? Ja, is goed. Jij bent beeldend kunstenaar. Jij doet onder andere knikkers, zag ik, glaswerk. Ja, dat is mijn poging om bij de tijd te blijven. Dat is mijn collectie NFT's, non-fundable tokens. Oh, ik wou net zeggen, knikkers zijn volgens mij niet meer helemaal... Nee, het zijn digitale knikkers met een blockchain-technologie eraan. En het is ook tegelijkertijd ook een beetje een grap over het hele NFT-gebeuren. De jongen waar ik daarmee doe, die dat online heeft gezet, waar het ook over. Het hele NFT gaat eigenlijk al heel erg over geld. Weet je wel, over Beeple, daar hebben ze alleen over dat hij voor 64 miljoen zijn werk heeft verkocht. En niet of het mooi is of lelijk, maar dat je blijkbaar heel veel geld kan verdienen met digitale kunst nu. Dus daarom hadden we van, het gaat om de knikkers. Dus ik heb allemaal digitale knikkers, die kun je verzamelen. Oh. Ja, maar ik had er nog maar één verkocht. Oh ja. Dat is een mooi begin. Nou ja. Zeg maar, dat is, nou ja, toch, het is toch gebeurd. Oké, nou ja, Snorella, dan... Ik moet trouwens wel even terugkomen. Ik vind dat ergens ben ik er bijna een beetje teleurgesteld. Want ik hou eigenlijk van knikkeren. En dan is het weer digitaal. Maar dat is wel een deel van de tijd, denk ik. Het komt eigenlijk een beetje door de... als je dat doet. Ik doe dat samen met een kerel die dat snapt. En die wil het eigenlijk voor meerdere kunstenaars doen. Omdat dat hele gedoe met die Ethereum en al die bitcoin-achtige... Want daar moet je dan mee betalen. En die hele technologie, dat is best wel moeilijk voor een kunstenaar eigenlijk. Voor de meesten. Om dat te doen. Ik heb het met jou ook over gehad, want jouw werk leent er ook ontzettend goed voor om als NFT te gaan verkopen. Want het is heel internationaal, het is heel democratisch, want het gaat eigenlijk helemaal voorbij aan de galeries. En het is echt één op één kun je dingen verkopen, met een echtheid eigenlijk. Maar dat platform waar we het op hebben gezet, dat heet OpenSea, dat is zo overbelast door de hype dat het werk nog steeds niet is geverifieerd. Ja, het wordt een heel saai. Het zal natuurlijk over seksisme hebben. Zo, ik wou zeggen, ik wil het ook daar gelijk zetten. Nee, maar dat is eigenlijk de reden dat het... En nu is die jongen die dat aan het doen is, dat is best wel interessant voor de toekomst. Die is nu eigenlijk, die zegt van, nou, dan bouw ik zelf een platform. Ook met het idee om mensen gewoon, kunstenaars, eigenlijk te faciliteren daarin. Maar dat dus het komt goed. En die ene die ik had verkocht, die heeft hij ook gekocht. Oké. Dus, maar dat is iets, laten we dat maar een keer doen voor de volgende keer. Want dat is precies. Ook iets, behalve seksisme, is dat ook iets waar ik als non-actueel staalbouwer de ballen verstand van heb, zeg maar. Maar terug naar het onderwerp. Want over jezelf voorkomen en dat doen. En Snorella, jij hebt een aardig voorkomen zo. Met je snorren, je oorbellen en je hakken en je goede tuinbroek. Goede kont erin, mag ik niet zeggen op televisie. Maar wil ik ook eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het wel. Snorella, jij bent begonnen als een wc-dame in Amsterdam. Heb ik dat goed? Ja, mijn achternaam is daarom ook wc. Dat klopt. Ik werkte in een club. En in die club waar je echt heel weinig voor hoeft te betalen. Het bier is ook 1 euro bijvoorbeeld. Daar namen mensen de omstandigheden niet zo serieus. Juist omdat de prijs zo laag is, dachten ze, oh, het is een honk waar je alles kan kapotmaken. Wasbak eraf, pisbak kapot,
wc-bril in één keer verdwenen. Had iemand gewoon meegenomen. En ik was het op een gegeven moment zo zat. Toen ben ik als grap eigenlijk toiletjuffrouw geworden in die club. Dan moest je minimaal 5 cent betalen, anders kom je er niet in. Dan mochten 3 jongens bij de pisbakken. En dan hadden we ook nog 3 hokjes. 1, 2 en 3. En dan waren er dus maximaal 6 personen tegelijkertijd in het toilet. En daar is het allemaal begonnen. Snorella, wc. Maar waren dat nog ouderwetse cisgender toiletten? Of waren dat al non-gender toiletten? Nou, die discotheek waar ik werkte, De Trut in Amsterdam, was de eerste disco in Amsterdam waar potten en flikkers met elkaar samen gingen uitgaan. Het heeft een paar jaar geduurd voordat ze elkaar echt accepteerden, als we het over seksisme hebben. Want ja, dat zijn toch de flikkers en dat zijn toch de potten. Maar door zo'n gezamenlijk toilet te creëren, eigenlijk unisex, zijn tijd ver vooruit, heeft dat heel goed werk gedaan voor de maatschappij. En daar ben ik dus geboren, in die unisex toiletten. Want of jij nou wil pissen in een pot of in een goot, of je een meisje of een jongetje bent, dat maakt eigenlijk niet uit. Want meisjes kunnen heel goed in een goot pissen, hoor. Maar wacht even, dus behalve dat jij daar als het ware eigenlijk ben opgekomen voor die honk, heb jij daarna ook een alter ego neergezet, waarmee je in eerste instantie die twee probeerde samen te brengen, de potten en de flikkers, zoals jij het op zijn Amsterdam zegt? Nee, die potten en die flikkers zijn daar al in de jaren 80 mee begonnen en toen was ik nog heel erg klein. Maar ik ben blij dat zij dat hebben gedaan om een plek te creëren waar iedereen, ongeacht hoe je je voelt of je manifesteert, welkom is. Alleen dan heb je natuurlijk zoiets als vandalisme, seksisme, heteroïsme, nihilisme, al die ismes. En daar had je daar ook, vandalisme. En je moet niet in een tent die goed doet voor de wereld, want iedereen werkt daar vrijwillig. En al het geld, wat niet naar de huur en de inkoop van nieuwe drank gaat, gaat naar homo-emancipatoire doeleinden overal in de wereld. Bijvoorbeeld een Nepalees transgender core. Nou, daar gaat dan zo'n 6.000 euro naartoe. En dan krijg je een jaar later van die mensen een foto van de Himalaya's met hun core, allemaal met het logo van De Trut op een t-shirt teruggestuurd. Dus jij doet iets, wij doen iets en samen moet je het doen. En je moet het niet kapot maken, tenzij je hindoeïst bent. Daar ben ik behoorlijk van. Ik moet toegeven, ik ben een beetje van me apropos geraakt van al deze filosofische termen die er daarin gooit, met alle verschillende ismes. Maar ik denk dat we daar zo meteen maar even verder op terugkomen. Nou, we hebben tot 10 uur, dus ja, we hebben nog wel eventjes, hè. Ja. Esther, jij bent wat meer Dordtser dan Snorella hier uit Amsterdam. Ik weet niet, daarover gesproken. Voor mij ben je welkom. Je komt toch eigenlijk uit Lelystad? Uit Lelystad? Ja. Ja, Harderwijk geboren, naast het Dolfinarium en dan opgegroeid in Lelystad. En dan Apeldoorn en dan Lelystad en dan Amsterdam en dan Arnhem. En nu in Dordrecht. Ongelooflijk. Nederland is fantastisch. Het is een mooi land, hè? Ik vind het ook altijd wel mooi. Maar Esther, jij bent... Ja, ik ben het eiland nooit afgekomen. Jij bent het eiland nooit afgekomen, hè? Nee, echt authentieke... Typische eilandbewoonster. Ja. Ja, jij bent ook een aardig bekend gezicht hier in Dordrecht. In Dordrecht zeker, ja. Want jij gaat vanavond voor ons ook spelen met de kusjesmachine. Met je man Gerhard. Ik zeg het af en toe nog eens verkeerd. Hij staat daar een beetje verschuilen achter zijn... Kusjesmachine. Achter zijn kusjesmachine. Maar jij doet van alles in de Dordtse cultuur. Ja, zolang het maar in Dordrecht is natuurlijk. Want anders moet ik het eiland af. Ja. Dus dat, ja. Nou, dan weet ik denk ik dat jij vanavond nog wel wat een lokaal element in ons gesprek kan voeren. Dan komen we nog... Iris, dan wil ik jou graag nog even introduceren. Of tenminste, dan wil ik aan jou vragen of jij jezelf wil introduceren. Oh, ik mag mezelf... Oké. Ja, ik ben vormgever, illustrator, medeoprichter van Hoezie. Ja, dat is eigenlijk een erotiek lifestyle-merk. En we verkopen nu condooms. En onze missie is eigenlijk seksuele gelijkheid voor iedereen. En dat doen we eigenlijk door taboe-doorbrekende onderwerpen te bespreken. En eigenlijk ons te focussen op seksuele educatie.
Ja, want ik heb inderdaad gekeken naar, naar wat van jullie materiaal. En ik zag ook inderdaad op social media de verschillende creatieve uitingen naar voren komen. Het leek mij bijna alsof jij jullie een product aan het ontwerpen zijn. Eigenlijk voor dus deze, ik weet niet of ik het goed zeg, daar gaan we zo meteen ook nog even dieper in duiken op die terminologie. Maar deze onderdrukte groep van verschillende gendermensen. Nou ja, onze slogan is Love is for All. Dus dat houdt eigenlijk in liefde is voor iedereen, seks is voor iedereen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een Durex, nogal ja, farmaceutische uitstraling heeft en best wel gericht is op de behoeften van de man, heel traditioneel. En ja, wij vonden dat het tijd werd voor een nieuw geluid. En daarbij is het wel heel belangrijk dat iedereen daarin wordt meegenomen. Dus ook, zijn ze dan anders? Het zijn condooms, dus in principe is het niet anders dan een condoom van Durex. Maar waarin wij ons dus echt onderscheiden is de boodschap daarachter. We hebben bijvoorbeeld ook op de zijkant van de verpakking een QR-code. En als je die scant, dan kan je een tikkie sturen naar je bedpartner. En op die manier willen we eigenlijk die gedeelde verantwoordelijkheid aan het licht brengen. Dat gewoon een belangrijk onderwerp is, want ik ben een vrouw. Ik heb heel lang de pil geslikt, een spiraal gehad en daar zitten ook kosten aan verbonden. Maar waarom is er niks voor mannen? Waarom betalen wij daar alleen voor? Ik zou ook een tikkie kunnen sturen naar al mijn ex-bedpartners van joh, kan je even die kosten betalen voor mijn spiraal? Want jij hebt er ook je voordeel aan gehad. En dat ja, is wel een belangrijk onderwerp. En de winst van die condooms, die zeiden wij verkopen ze. Er zit een heel verhaal omheen en je kunt de QR-code scannen en dan krijg je nog meer achtergrond. Maar waar gaat de winst heen? Nou ja, we zijn ook bezig met het opzetten van een stichting waarin we dus terug willen geven. En we zijn ook in gesprek geweest met andere stichtingen, maar toch met onze missie zien we toch wel daar een heel mooie toekomst in. En daar zijn we mee bezig om ook ons echt te richten op die educatie, dus ook echt terug te geven. Dus, het is best wel een heel karwei, want ik weet niet of mensen dat thuis beseffen, maar het oprichten van een stichting, dat kost al gauw €550 bij een notaris. En je hebt natuurlijk ook een bestuur nodig, een voorzitter, een penningmeester en een lid, minstens. En een stichting moet altijd bestaan uit 3 of 5, want dan heb je altijd een meerderheid als je stemmen maakt. Wist je dat al? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben creatief. Ik ben niet heel erg van de cijfers, maar ik doe dit niet alleen. Ik doe dit samen met 2 anderen. En we hebben ook een mooi creatief team achter ons staan. Dus daar zijn we eigenlijk heel hard mee bezig. En ik kreeg vandaag nog bericht dat we in Hongkong te verkrijgen zijn. Dus dat vind ik dan wel heel erg tof. Dus... Is daar een linkje van? Kunnen we dat meteen met een hashtag volgen? Een potentieel bestuurslid? Ja. Nou ja, als je geïnteresseerd bent... Nou ja, kijk, condooms zijn superbelangrijk. Het is een startonderwerp om het over heel veel dingen te hebben. Bijvoorbeeld seksualiteit of vrijheid of intimiteit. Ik ben zelf ambassadrice voor de AIDS Healthcare Foundation. Wat tof. Dat is echt heel tof. Wij delen gratis condooms uit. En daar staat op love. De condoom is het middel om met elkaar te hebben over dit soort onderwerpen. En de AIDS Healthcare Foundation zorgt ervoor dat mensen, ongeacht of je nou geld hebt daarvoor of niet, altijd een HIV-test kan krijgen. Omdat zo'n condoom gebruik je eigenlijk om, nou ja, geen dit, geen dat en geen zus en zo, maar vooral geen HIV te krijgen, want dat is eigenlijk de second pandemic. Zoals we nu COVID hebben, is HIV er al 40 jaar en is nog steeds niet weg, terwijl het al makkelijk had gekund. Die AIDS Healthcare Foundation geeft mensen gratis HIV-testen, omdat op het moment dat jij weet dat je dat hebt, aan de medicatie kan gaan, dan word je ondetecteerbaar. En ondetecteerbaar is onoverdraagbaar. Dus op het moment dat jij zonder condoom ooit een keer gevreeën hebt en je bent een beetje bang, ga dan even naar de AIDS Healthcare Foundation, doe zo'n test. En als je het hebt, positief, dan ga je aan de medicaties meteen weg. Dan krijg je kinderen het niet, je buren niet. En als je het niet hebt, ja, dan kun je gewoon lekker doorgaan met wat je doet. Op een verantwoorde manier met haarcondooms die ook in Tokio? Hongkong. Oh, Hongkong.
dat is ook een soort China, te verkrijgen zijn. Dus ja, wees gewoon slim, weet je wel. Dus ik vind het een heel mooi project. En ik hoop dat je snel zo'n goed bestuur bij elkaar hebt die dat kunnen doorvertellen. Ja, dat hoop ik ook. Maar ja, dat doen wij niet alleen. Dus kom een keer gezellig praten. Koffie. Nou, dat begint al lekker. Maar Arno, wil even aan jou vragen. Jij ziet er aardig, ik wil even terugkomen op die knikkers. Want jij ziet eruit als echt wel een grove, sterke man. Met een baard en wat tattoos op je gezicht. Waarom dan de knikkers in die trant van vooroordelen, seksisme, ja, en hoe je jezelf knikkers, uit... Die, dat is de point. Toen je me vroeger dacht ik ook van waarom nodigen jullie mij eigenlijk uit? Als een soort voorbeeld van... Een soort verkeerd voorbeeld. Weet je wel, een oude witte man van middelbare leeftijd met tattoos en ja, zo'n typische man. Ja, zo'n boze witte man. Dus ik had een Rijk Snorrel uitnodigen. Nou, volgens mij hebben we het bewijs gehad dat dat een goed idee was. Maar ja, het is jouw onderwerp. Het is, ja, ik kan er natuurlijk wel wat over zeggen. Want ik weet ook hoe dat werkt. Maar we hadden net nog over Hans Steeuwen. Dat was zo'n sketch. Die zei hij ook van ja, ik ben blank. Ik ben een man. Ik ben rijk. Heerlijk. Ja, dat is ook wel zo. En wel met mijn ex ook. Zo van, ja, je hebt makkelijk praten. Bepaalde buurten. Als ik daar doorheen loop, ik heb nooit gezeik. Nee. Hè? Dat is dan het voordeel van. Nee. Ja, dat is ook seksisme, maar op een heel andere manier. Ja, positief seksisme, ja. Ja, ik zou... Ik weet dat positief is, want dat... Ja. Maar dat is wel wat ik ervaar. Ja, dat is ook seksisme. Dat is, nou, die vindt al op een bochtje omheen. Ja. Dat ik een tattoos op mijn hoofd heb gezet nog. Ik kan er niks aan doen dat ik zo ben. Maar dat geldt ook voor... zeg maar, ja, maar die tattoos, dat doe je zelf. Hè? Dus als je daar gezeur mee hebt. Maar dat is ook niet zo. Want dat is het gevolg van mijn eigen persoonlijkheid. Ja. Hè? Dus mensen zeggen, ja, dan moet je dat maar doen. Nee, dat is geen houden aan. Dat is gewoon hoe ik ben. En in die zin passen we wel in hetzelfde hokje. Je hebt natuurlijk een hele groep mensen... die nu oranje vlaggen aan de gevel hebben gehangen. Arno, we gaan er zo op verder. Maar we krijgen nu een legendarisch optreden van onze legendarische kusjesmachine. Van het stelletje Esther Donkervoort en Gerard Messeling. Zeg ik dat goed? Ja. Daar werd ik echt even heel blij van. Ik wilde bijna zelf de telefoon ook op gaan nemen. Ik durfde dat toch niet, maar ik werd er echt ontzettend blij van. Maar wie was het nou aan de lijn? Ja. Ik weet het niet. Als het maar niet Ziggo was in ieder geval. Maar het nummer heet in ieder geval Hallo. Oké. Kunnen we het ergens vinden op Spotify of met Shazam misschien? Ik ben bang van niet. Oké, okay, er komt nog. Zeker, zeker. Ja, na vanavond waarschijnlijk. Ja.
Esther. Excuses. Esther. Maak het spannend. Ja, ik maak het wel spannend. Ja, ik word ook een beetje... Ik ben een beetje zenuwachtig. Esther, in de trant van seksisme en feminisme. Jij ziet er aardig uit als een sterke vrouw die voor jezelf opkomt. Nou ben ik zelf, zoals ik zeg, net als Arno, gewoon een witte man. Ik ben net niet zo stoer als Arno. Echt wel bijna. Zie er bijna net zo stoer uit. Ik heb ook expres het tuinpak aangetrokken om ook een beetje stoer te lijken. Gewoon je hele hoofd laten vol tatoeëren. dat scheelt wel, hè? Je vingers. Nee, je hebt ook van die... Ja, joh. Nou ja, ik durf dat zelf over het algemeen niet. Tattoos zetten. Dus ik ben een complete leek in feminisme en seksisme. En ik maak er af en toe nog wel schijntjes over. Maar voor mezelf wilde ik eigenlijk gewoon graag weten van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En als ik het al niet weet, terwijl ik best wel nog actueel ben en cultureel. Dan denk ik dat vooral de oudere kijkers thuis echt geen idee hebben hoe dat nou zit. En wat een boer niet kent, dat vreet hij misschien niet. Hoe ervaar jij dat? Wat is seksisme voor jou? Seksisme. Ik dacht dat we het over feminisme zouden hebben. Maar seksisme is ook wel een Mezelf is het verschil tussen die twee misschien. Seksisme, de onderdrukking en het feminisme. Nou ja, opkomen precies, tegen die onderdrukking. Dat is natuurlijk een beetje verlengde, denk ik, van. Seksisme is natuurlijk ook iemand veroordelen, beoordelen op... Nou ja, vrouw zijn, man zijn... Hetzelfde geldt denk ik ook wel voor feminisme. Hè? Wordt natuurlijk gevraagd, ook voor deze uitzending, van voel jij je nou een feminist? En de grap is, op het moment dat je dat rondvraagt en ook met andere vrouwen daarover praat, dat iedereen zoiets heeft van, maar ik ben geen feminist. En als je nog meer over nadenkt, denk je, maar wanneer ben je dat dan wel? Van, moet je per se een strijder zijn om overal voorop te komen? Of ben je misschien een feminist op het moment dat je gewoon je dingen doet. Geniet van je, in mijn geval, vrouw zijn. Daar misschien soms ook gebruik van maak. Maar ja, vooral die zelfacceptatie van... Dus jij voelt jezelf in ieder geval, als ik het goed begrepen heb... Mm-hmm. Voel jij jezelf niet enigszins gediscrimineerd vanwege het vrouw zijn? Ik voel mezelf heel erg bevooroordeeld dat ik het gevoel heb niet zo die strijd nodig te hebben. Van een heleboel vrouwen die mij voorgegaan zijn, hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er voorboedsmiddelen zijn. Dat we kunnen stemmen, dat je mag vrijen met wie je wil en dat ook kan zonder, zonder zwanger te worden of enge ziektes op te lopen. Dat maak je natuurlijk als vrouw al veel zelfstandiger, sterker, biedt mogelijkheden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor studeren. Ik heb wel dat je mag scheiden van je man. Nou ja, dat is ook eigenlijk pas sinds 1967 dat je als vrouw van je man mag scheiden en dat er gewoon niet over gezeurd wordt. Bizar. Daarvoor moest je bewijs hebben. Ja. En een man die kon zo van zijn vrouw af. Dus die ongelijkheid die is eigenlijk nog maar heel kort bij ons. Maar wat ik bijzonder vind, misschien val jou dat ook wel op... ik denk soms dat we al heel veel bereikt hebben. En de moderne 2021, noem maar op. En toch merk je dat in sommige subculturen bijvoorbeeld... dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat er best nog wel heel veel strijd te voeren is. Ja, maar dat is zo raar. Ik heb er ook van tevoren over nagedacht. Ja. Wat er nu allemaal gebeurt met het cancel culture en al die dingen... Ik vind het heel erg raar, want ik had het idee dat het vroeger dat het allemaal lang gehad hadden. Ja. Want toen ik 20-something was, toen was de tijd van de thrash metal en de punk. En dat was eigenlijk, was het eigenlijk de sport om zo tegendraads en zo idioot mogelijk te doen. En vooral helemaal niks je te laten liggen aan wie dan ook. Alles kan, alles mag. Ik vind het heel vreemd om nu te ervaren dat er een soort rare preutsigheid is. Dat mensen overal bang van zijn. Ja. En ze drukken, hoe kan dat? Dat is voor mij heel vreemd. Ja. Ik ben daar zeker mee eens. Ik vind het ook een hele preutse tijd. Gisteren wilde ik mijn onkruid tussen de tegels weghalen. En ik heb niet zo'n kleine schoffel voor tussen de tegels. Dus ik denk, ik ga proberen het benzine eroverheen te gooien en dat in de fik zetten. Nou, ik voelde me al heel jaren 80 en bijna bezwaard in deze tijd. Omdat er een zwarte rookwolk op kwam. En ik had zelf het idee dat ik zelf als witte man... niet eens meer benzine mag afsteken in mijn eigen achtertuin... vanwege dus inderdaad de preutsheid van deze tijd.
Nou, dat vind ik eigenlijk het enige leuke ervan. Is dat niemand had ooit gedacht dat de witte man nog eens een keertje doel zou zijn van allerlei dingen. Dat hij achterop zou raken. Zo van, nee, jij krijgt het klusje niet, want je bent de witte man. Dat is op zich wel op zijn minst vermakelijk. Nee, het is ook logisch, want je hebt zeg maar woke mensen. En die zijn vaak niet boos en wit en oud en dik. Ja. Oeps. Ja. Groot, hoe moet je het zeggen? Ja. Voluptueus? Ja, zoiets. Ja. Nee, er is gewoon een verschuiving gaande en het is normaal. Want je hebt zeg maar in de wiskunde ook dat het zo met een standaard deviatie en een normaal verdeling en zo. Je hebt een begin, een midden en een eind. En als je die steeds aan elkaar plakt, dan heb je steeds dit. Dus alles gaat in golven. Eerst waren het de witte mensen die gewoon de wereld gingen nemen. En nu is het gewoon anders en hebben we een nieuw geluid. Vrouwen waren een soort dit en dat. Want op Wikipedia kun je intoetsen wat seksisme nou precies betekent. En dan hebben ze het ook over religies en zo. Bijvoorbeeld in de islam, in het jodendom en in het christendom krijgen vrouwen nooit een priesterlijke functie. En de Rooms-Katholieke Kerk zit op vandaag nog steeds te denken dat een vrouw niet een paus zou kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk heel raar. En dat gaat veranderen, want er komt op een gegeven moment zo'n leideres. Bij de padvinderij noemen ze dat de Akela. En die gaat ons nieuwe dingen vertellen. En dan moeten wij weer daarover nadenken en dan word je weer iemand anders. Want je laat je beïnvloeden door elkaar. Dat lied van jullie net, hallo. Ja. Hallo. Maar het is wel grappig, want jij introduceert iedereen en dan vragen we het over iemands uiterlijk. Alsof jij ziet er zo en zo uit en dan heb je daar gelijk een idee van. Zo, ik ben groot en ik... Wat je niet weet is dat ik een angststoornis heb, waar ik medicijnen voor slik. Oh. Dat ik niet over de Brinoordbrug durf te rijden. Hè? Dus ja, weet je, je kunt daar nooit van op aan. Nee. Dat is ook misschien de reden dat ik me zo heb uitgedost. Hè? Een soort harnas. Ja, dat ik hoorde vroeger waarschijnlijk net als jij gewoon bij de malle appies op school. Bij de? De malle appies. Ik had een leraar Nederlands, ging het woord excentriek uitleggen, nam die mij als voorbeeld. Ik was wel trots op. Ja, dat kan me ook wel. Dat zag ik wel tegen mijn kinderen ook zo. Van degene die nu worden gepest op school, dat zijn de mensen die later... Dat zijn de popmuzikanten waar je fan van bent. Dat zijn de rocksterren, de acteurs. En die anderen die zitten straks op de heftruck ergens. Of in de metaal. Dat is wel waar. Maar ja, om terug te komen op je... Ik denk dat we er nog lang niet zijn, hoor. Het is eigenlijk al mooi dat we het over de blanke, witte man kunnen hebben vanavond. Maar ik denk dat al die andere gevechten ook nog niet gestreden zijn, laat maar zeggen. Nou, de vraag is volgens mij ook of het een gevecht is. Want jij bent ook dat project begonnen met die condooms. Dat is een soort manier om iets te doen met de wereld. Maar voelt het als een gevecht? Of is het juist een uitnodiging om anders om te gaan met de realiteit? Nou ja, toen ik hiermee begon, toen voelde het misschien wel als een gevecht. En dan niet per se de condooms. Ik heb al vaker meer projecten gedaan. Maar wat je zegt, inderdaad, het voelt meer gewoon als een uitnodiging. En daarom, het is ook voor iedereen. En ik denk ook, kijk, met Hoezie willen we ook de plezierige kant benadrukken. En heel erg de informatie geven, omdat daar vaak het gebrek aan is, aan informatie. Vind maar een plek waarop je alle vragen kan stellen, waarop je veilig voelt om daarover te praten. Hè? Alle onderwerpen over seksualiteit, gender. En dat is wel een plek die wij willen creëren met Hoezie. Maar ook persoonlijk. Dat is wel echt waar ik persoonlijk voor sta. Gesprekken die ik dagelijks voer met mensen. Ja, en ik denk dat het eigenlijk ook wel heel interessant is. Want zoals ik zeg, ik zit gewoon in de techniek. Nou, ik zit alleen maar met witte mannen een beetje dingen te ontwerpen. En als ik daar niet mee bezig ben ik in de tuin aan het schoffelen. En dan ben ik weer eens ook inderdaad veel met mensen aan het lullen of muziek aan het maken of iets in die richting. Maar als ik dan iemand tegenkom die niet een man of een vrouw is, dan sta ik echt met mijn mond vol tanden. En dan weet ik echt niet hoe ik daarop in moet spelen, want ik weet dat er iets gaande is. Maar hoe ik nou zo iemand moet noemen, moet je nou... Ik weet het niet. Maakt dat uit? Waarom doet het zoveel met je dan? Nou, ik kan nogal cynisch en een beetje druk en bot uit de hoek komen. En dan merk ik dat ik daar soms wel eens echt wel eens even mensen in kan beledigen, terwijl ik gewoon diep respect
nou ja, niet echt per se diep respect, maar ik heb wel gewoon liefde en waardigheid voor iedereen. Dat gevoel heb ik wel. Ja. En ja, zeker vooroordelen heb ik ook, maar daar hou ik ook van. Maar dat geeft ook niet, hè? Dat geeft ook niet. Want dat hadden we net ook nog over van, ik heb een heel poos in het dorp gewoond, waar alleen maar witte mensen zijn. En die stemmen allemaal op Geert Wilders, weet je wel. En op het moment, ik heb ook in Amsterdam gewoond, of in Rotterdam, of hier ook, weet je wel. Als jij gewoon op een plek bent waar je met veel meer soorten mensen omgaat, dan wil je zelf ook, soms moet je ook aan dingen wennen. Dat is heel menselijk. Hè? Ik heb heel veel geleerd op sportscholen. Zo denken, vroeger werd kickboksen een beetje, was natuurlijk een thuissport. Maar dat is dan precies een plek waar ik gewoon 2-3 keer in de week met allerlei soorten types stond sparren, weet je wel. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik ben de bijl op de raar. Ja, eigenlijk is het altijd een achterbuurt, de goede sportscholen. Ik vond het wel fascinerend. Ik heb er heel veel van geleerd qua mensenkennis. Maar dat moet je wel doen. Je kunt mensen ook niet kwalijk nemen als jij inderdaad in zo'n dorpje woont en je maakt nooit wat mee. Dan schrik je je dood als je een keer een negen ziet. Oh, dat mag je niet zeggen. Iemand van kleur of een zwart persoon? Ja, sorry. Precies. Ja. Ja, precies dat. Het duurt even voor mij ook. Het duurt even voordat het er... Maar dat is oké, hè? Dit mag er ook zijn. Het is ook heel menselijk om vooroordelen te hebben. Die heeft iedereen. Die heb ik ook nog. Dat zit gewoon in de aard van een mens. Maar je kan wel bij jezelf nagaan en ervoor openstaan om dingen te willen leren van elkaar. En ja, te kijken naar iemand als individu. En als jij iets niet begrijpt, vraag ernaar. Als jij iemand tegenkomt en dat doet iets met jou en je weet niet hoe je daarop moet reageren, spreek iemand aan, ga een gesprek aan, daar is niks mis mee. Of, vanuit de andere kant geredeneerd, word die activist. Want mensen komen niet altijd naar jou toe om te vragen van, hey, hoe zit dit of hoe moet ik dit begrijpen? Mensen hebben dat vooroordeel, omdat ze nog niet kunnen naoordelen, want ze hebben de ervaring nog niet genomen. En soms kun je ook die ervaring in iemands bek duwen. Gewoon zo hier, rang, heb je hem? Dit is de ervaring en dan gaan we daarna erover praten, want dan hoef ik dat vooroordeelstuk van jou niet te accepteren. En dat is dat activisme wat vrouwen ook heel veel hebben moeten doen. Om bijvoorbeeld in Amerika mochten vrouwen tot in 1972, geloof ik, niet in een broek naar de rechtbank. Als je als vrouw naar de rechtbank ging, moest je een rok aan. Terwijl je hebt heel veel vrouwen die willen geen rok aan. Die willen een broek aan. Wie heeft thuis de broek aan? Ik, zegt zo'n vrouw. En dan heb je een rechtszaak en dan moet je een rok aan. Omdat de rechter anders niet met jou wil praten. Ja, maar die rechter heeft een pruik op. Nee, dat is Engeland. Oh. Maar over activisme gesproken. Ja, ik bedoel, jij bent aardig activistisch als ik het goed zeg. Dat is ook weer een vooroordeel. Maar jij komt maar aardig activistisch over als het gaat over gender issues. Oké. Okay. En waar haal je dat vandaan precies? Nou, dat eigenlijk wanneer ik moet hier de vragen stellen, maar ik sta me af en toe nog een beetje van de zenuwen. Maar jij komt dan ook daarin aardig actief over. En jij begon ook als wc-juffrouw aardig actief. Waar komt dat activisme vandaan? Ik denk dat in mijn geval met de paplepel is ingegoten. Een van de allereerste lessen die mijn moeder me leerde was als wij op vakantie waren en we gingen naar zo'n wegrestaurant in Frankrijk en de hond onder de tafel. Eigenlijk mochten er geen honden. Maar dan vroeg mijn moeder dat aardig, mocht de hond daar? En dan zei ze altijd dat ik moest helpen met de tafel afruimen, want we moesten die plek schoner achterlaten dan dat we hem hadden aangetroffen. Dus die activiteit van, hey, je ziet dingen uit je ooghoeken die beter kunnen en daar mag je iets aan doen. Bijvoorbeeld even de stoep vegen of de vuilnis buiten zetten of iemand helpen met oversteken of vragen of het wel gaat. Of gewoon kijken naar wat gebeurt hier nou allemaal om mij heen. En wat kan ik daaraan bijdragen om dat op een andere manier te laten gaan dan het te laten verrotten. Dus ik denk dat ik het heb geleerd van mijn ouders om, ja, ik noem het dan maar normaal te doen. Maar dat is ook bijna seksistisch, want wat is normaal? Oké, dus als ik dat even mag pogen samen te vatten, dan in dit gesprek over seksisme dus. Ben jij die activistische houding als, ik weet niet, hoe moet ik jou identificeren eigenlijk? Persoon. Als persoon? Wezen. Als mens ben jij. Heb jij deze houding aangenomen om dus actief bij te dragen? En als ik het goed zeg, vond jij dit een hele goede manier om actief bij te dragen? Dus wat je dacht van,
hier kan ik echt veel aan doen door nu toiletjuffrouw te gaan worden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Want door die toiletjuffrouw op deze manier te worden, maak je mensen bewust van hun omgeving. Het is heel goedkoop en het kan allemaal kapot, maar het hoeft niet. Hoe minder kapot we het maken, hoe meer geld er is om de wereld beter te maken. En dat ik daar toevallig dan door Snorella geworden ben, dat is echt een bijvangst, zeg maar. Zoals in de visserij heb je die vissen die je echt wil en de bijvangst. Snorella is een bijvangst die nu een hoofdrol speelt. Want Snorella is ook iets geworden waar kinderen haar weten te vinden op het internet. Omdat ze dan willen uitzoeken van, oh wauw, ik wil misschien ook wel een snor en lang haar. Ja, ik wil ook een snor, maar dat gaan we niet lukken. Ja, ik wil ook wel ophakken en gaan. Ik heb voor ook een snor en lang haar. Snap je? Nog steeds hoor. Ja. Dus dat is dat idealisme ook, dat je bereikbaar bent. Omdat jij bent en iets doet, jij ook met je dingen, Arno ook met de kunst, weet je wel. Die kunst die hij maakt is ook flabbergasting. Je zit er naar te kijken en je denkt, wat de fuck heb ik nou weer gezien? Mag ik even wat zeggen? Je hebt het over de toiletdame. Maar Snorella die heeft een langlopend kunstproject waar ik echt heel erg fan van ben. Dat is ook zeer activistisch. Kings and Queens, heet het toch? Ja, zo heet het. Dan gaan we briljant. Dan moet je maar eens opzoeken op internet. We gaan er zo meteen even over hebben. Oh, sorry. Ja, nee, geen sorry. Ik ga jou gewoon abrupt stopzetten. Want we gaan weer even terug naar de kusjesmachine. En ik ben eigenlijk heel benieuwd waar de kusjesmachine nou weer mee is gekomen. Dat weten wij ook nooit van tevoren. Dus, Ik vind het helemaal leuk. En nu al. The night when I get lost. The night when I get lost. The night, the night, the night, the other side. Oh, helemaal leuk. Dames en heren, ook de kijkers thuis. Welkom bij Via Cultura. We zijn vanavond in gesprek
over seksisme, feminisme en het opkomen van jezelf. We hadden hier net muziek, live muziek van De Kusjesmachine hier uit Dordrecht. Ik vond het helemaal fantastisch. En ik ben in gesprek vanavond met Esther Donkervoort, een Dordtse ondernemer in de cultuur, ook van De Kusjesmachine. Snorella, een bekend fenomeen uit Amsterdam. Ze is... Zoek. Ja, even naar de wc. Oh. Nou ja, Arno Koenen. Ook een aardige, behoorlijk bekend kunstenaar. Heeft ook de Markthal gedaan in Rotterdam, volgens mij. Ja. En Iris Anne de Smit. Het creatieve brein achter Hoezie. Een condoommerk wat eigenlijk opkomt voor... Seksuele gelijkheid voor iedereen. Juist, dat ik denk, jij kan dat veel beter dan zeggen dan ik. Snorella, kom er weer bij. Nou, we hadden het net over kunst. En nou net ook eigenlijk net na deze muziek vind ik het eigenlijk weer een prachtig moment om dat weer aan te kaarten. Ja, kunst. Snorella, jij was bezig met een... we hoorden net over jou, over een kunstproject. Ik denk dat aardig heel erg valt in dit straatje. Ja, Arno noemde het net. Het project heet Kings and Queens. Je hebt het fenomeen drag queen of travestiet of crossdresser of zoiets. Zit er een verschil tussen? Nou, een crossdresser is iemand die gewoon het leuk vindt om een jurk aan te trekken. Een travestiet in de ogen van heel veel mensen is een man die het fijn vindt om vrouwenkleren te dragen. En een drag queen, dat is meer Amerikaans met show erbij. Die doen dan zeg maar shows en die doen het dan voor het werk. Dus je hebt mensen die zich werkelijk lekkerder voelen in kleren van een ander. Bijvoorbeeld kleren van de keizer. Het voelt ook heel vaak heel lekker als je die aan hebt. En je hebt dan drag queens. En ja, Snorella zit daar een beetje precies tussen. Ik wil eens zeggen, wat ben jij? Ja, dus een tussenmens. Gewoon een mens? Ja, een mens ergens tussen het hele spectrum. Want je hebt dan het binaire denken. Bijvoorbeeld goed en slecht. Of zwart en wit. Of man en vrouw. Maar daartussenin zit natuurlijk allerlei vormen daarvan. En jouw kunstproject, Kings and Queens. Ik denk dat je weet waar het over gaat, hè? Ik heb zo'n woord voor dat iets te maken heeft met drag queens en keizerkleding. Nee, oh. Het is een fantastisch mooi fotoproject. We maken foto's van de drag queen, dus de jongen die zich als meisje verkleedt. En de een is echt nog fabulouser dan de ander. Maar wij zorgen ervoor dat de man, die uiteindelijk die make-up allemaal opdoet, die kleren aandoet en dat helemaal wordt... bij die vrouw, die drag queen, op de foto staat. In innige omhelzing. Je ziet dus in één foto twee kanten van één persoon. Die mensen kunnen elkaar nooit ontmoeten. Want als jij 3 uur bezig bent met je make-up... dan kun je nooit meer jezelf vasthouden. Überhaupt jezelf vasthouden is een beetje zo... Ja, ik weet niet, ja, oefen maar even thuis jezelf vasthouden. Maar dat gevoel van wauw... Ik en dat andere deel van mij zien elkaar bevestigd in zichzelf. Dat is magisch. En het gaat natuurlijk niet alleen maar over jongetjes die zich als meisje verkleden... of meisjes die zich als jongen verkleden. Maar het is ook de bankdirecteur die, als hij zijn kleren uitdoet... misschien wel volgetatoeëerd is en in het weekend gewoon karpers vist. En als je die karpervisser en die bankdirecteur met elkaar op een foto zet... dan zie je een soort samensmelting van de waarheid... die cumulatief, dat betekent dat je het bij elkaar optelt, heel veel waard is. En mensen proberen zich op straat elke keer te manifesteren of te presenteren als één enkel ding. Bijvoorbeeld onaanraakbaar of super succesvol of heel erg leidinggevend of dokter. Maar we zijn veel meer dan dat. En daar gaat het project over. En als mensen naar die foto's kijken, dan gaan ze ook zo met hun ogen zo'n beetje zo rollen... Wat ben ik allemaal nog meer dan wat ik nu laat zien? Want we zijn veel meer. Trek maar een zwembroek aan in plaats van een tuinbroek. Ben je heel anders. Ja, dat klopt. Dat is. Waar kunnen we jouw project zien? Het staat op het internet. Het heet Kings Queens Official. Ook op Instagram. We hebben af en toe ook nog wel exposities hoor. We gaan binnenkort naar Belgrado. Dat is in Servië. Gaan we daar mensen fotograferen. Want daar is in 2022 de World Pride... En het is daar nog echt nodig, want daar word je echt nog buiten Belgrado gewoon misschien wel doodgemaakt of zo. Omdat je dan een flikker of een pot bent. Ja, dat klopt. Ja. Een paar jaar geleden was ik in Kiev. En toen was ik
met een man aan de bar aan het praten. Nou ja, in mijn beste Oekraïens, wat dus niet veel verder is dan garasho, da, garasho. Op een gegeven moment werd ik weggetrokken door een maat van mij. Die zegt, want ik had mijn V-hals-t-shirtje aan en een bos krullen. Ja. Dus dat viel daar al niet al te homo. Best. Ja, dus ze zeggen, je moet echt er weg daar. Ik zeg, ja. Wat is er dan? Ja, vroeg hem mee naar huis. Ik zeg, wat is er erg aan? Ik kan toch gewoon garasho, da zeggen en een beetje knikken en bier drinken. Nou, een paar minuten later werd die kerel helemaal in elkaar getrapt door de bewaking. Van de twee hoog van naar beneden gegooid. Die persoon zo wat gebroken. Was echt niet oké. Okay. En dat is dus precies waar we het net over hadden. Dat je je wezen inzet om de wereld beter te maken. Want als het waar is wat jij zegt. Dat je gewoon om wie je bent uit een raam wordt gegooid. Dan hebben we echt veel werk te doen. En dat doen we allemaal op onze eigen manier. Via de liefde en de vrije seks. Via de openbare kunst en schunnige uitnodiging om verder te denken dat je neus lang is. Via manifestaties en via geweldige liedjes zoals Hallo. Ja, ik noem het nog maar. De cd komt binnenkort uit. Ja, daarover gesproken. Komt maar, de cd binnenkort uit? Misschien nog even aansluitend. Oh. Lijkt mij opvoeden zo belangrijk. Gewoon bij het begin beginnen. Als je het hebt over acceptatie. Acceptatie van jezelf. Ik denk dat je daar als opvoeder zo'n grote rol in hebt. En ik vind het jammer dat mensen zich daar ook niet altijd even bewust van zijn. Nee, maar als je zelf ouders. De lessen niet geleerd hebt. Precies. Ja. En niet verder hebt leren kijken dan je neus lang is. Of niet groter hebt leren denken dan je lichaam. Ja. Dan ben je heel beperkt. Ja. Maar het is ook alweer wat ik net zeg. Ik heb mijn kindertjes kennen hem. Dus op een gegeven moment kennen ze Snorella. En toen kwam een keertje jou tegen bij de kunsthal. Want toen was je gewoon als Miga. Want niet in drag. En zei ze, wie is dat? Zegt ze, nee, ik ben Miga. Als ik verkleed ben, ben ik ze nog heel aan. Zeg, kijk. Oké. Ja. Nou ja, weet je, als je dat nooit gebeurt. Nou, nee, ik vind het ook absoluut niet verwijtbaar. Maar ik denk wel dat zoveel zou schelen. Ja, maar dat is zo makkelijk als je al kinderen gewoon leert van je mag. Ik had ze, je kleine jongetjes in jurkjes worden uitgelachen. Kan je kinderen absoluut niet kwalijk nemen. Maar het gebeurt wel natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat was pas inderdaad met een jockey hier. Fantastisch. Daar wordt later een groot artiest, een Dordtse jongen. En, zeker wel. Ja. Dus ik heb ook de eer gehad om met hem muziek mogen te maken. Maar een jochie is 12 en volgens mij ging. Zoiets, ja. En die ging zijn jurk naar school met zijn nagellak en inderdaad werd gepest en uitgelachen. Ja, maar ik denk ook wel dat kinderen die ervoor kiezen om dat pad te lopen van de vrijheid, het kunnen hebben. Dat je tegenwerking krijgt. Want als je werkelijk vrij bent en de wereld om je heen niet, maar jij weet, ik ben vrij en ik doe dit, dan zit er zo'n kracht in je. Ja. En als je dan waar dan ook ter wereld, of in Hongkong, of in een kunstwerk, of in een videoclip, mensen ziet die dat ook doen, ja, dan voel je je gewoon extreem gesteund. En daarom is zichtbaarheid ook het allerbelangrijkste. Op alle vlakken. Wat gaat over seksisme, racisme, representatie, al die dingen. Als je het niet ziet, bestaat het niet. Dat hebben ze bij Kinderen voor Kinderen gezongen. Wat je niet ziet, bestaat niet. Wat je niet ziet, ontgaat je helemaal. Wat je niet ziet, bestaat niet. Dus iemand met een mooie pruik is helemaal niet kaal. Dus daarom is het belangrijk dat je jezelf steeds laat zien als je het durft. Maar niet iedereen durft het. Want veel mensen schamen zich heel snel. Of voelen zich schuldig. Dus jij denkt, als we het hebben over bijvoorbeeld inderdaad niet alleen kunst, maar ook algemene zichtbaarheid. En misschien is in dit geval is het kunst dan ook wel heel belangrijk daarin. Want ik denk ook, wat jij nu doet, zie ik persoonlijk als een kunstvorm. Een bepaalde, misschien een andere tak van kunstvorm. Maar kunst zit in alles. Hoe Esther dat doet met de kusjesmachine samen met Gerard. Ik voel me daar ook hartstikke geïnspireerd door. Hè, om weer te doen wat ik mag doen. En ik heb wel, weet je wel, om in mijn tuinpak rond te lopen. En mijn broche aan de mensen thuis. Heb je ook nog hakjes en misschien een leuk ander kapseltje? Nee. Ik ging. Wel een jodelpak, heb ik begrepen. wel een jodelpak. Jodelpakken zeker. En teenslippers. Ja. Nee, ik moet toch even de hakken. Ik heb me nooit zo fijn gevoeld. Heel af en toe trok mijn zusjes broek wel eens aan, maar meestal voel ik me niet zo fijn. Ik zou wel een kilt willen, maar er loopt wel eentje hier rond in Dordrecht met een kilt. Ja, ja, fantastische man. Ik woon vlakbij me, dus dat gaan we maar niet doen. Oh, jij woont ook in Dordrecht? Jazeker, al 3 jaar. Ik dacht op ergens op het internet te vinden dat jij in Hendrik Ido Ambacht woont of iets in die richting. Nee, joh. Ik vond dat zo raar. Nee, ik woon aan de Augustijnenkamp. Ik woon hier al 3 jaar, ik heb die enorm naar mijn zin. Maar hoe zie jij kunst in, in, in,
in de ontwikkeling van de mens als het gaat om over jezelf opkomen? Want jij hebt van alles gedaan. Ik heb eigenlijk, en ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb een soort gouden pik. Op een bepaalde manier, van dat ik eigenlijk, op een bepaalde manier ben ik ook wel goed in om dingen te doen. Bijvoorbeeld met zo'n markt al ook. Dan sta ik laatst ook te denken, hoe fout is dan nog zoiets als dit? En voordelen of... Nou, ik ben er goed in om toch iets heel extreems er in zo'n situatie er doorheen te krijgen. Het is natuurlijk nogal een psychedelische toestand op dat dak. Ja. Kijk wie de klant is. Dat is gewoon een groot bedrijf. Die zijn super conservatief. Weet je wel, zo'n bedrijf wat in winkelcentra doet. Ik vergeet nooit dat ik samen met Winnie Maas, met de architect in Utrecht, daar op het kantoor stond. En nog zo, weet je wel. Dus dan zie je soms ook wel de vooroordelen. Dat merk ik ook wel. Maar dan kan ik daar toch als een soort dissident kan ik daar goed mee omgaan. Dat is, ik weet niet, een gave of zo. Daar ben ik goed in geworden. Ja, want ik vond het. Het is een aardig, behoorlijk fleurig binnenkant geworden. Een hele speelse binnenkant voor iets wat een markt is. Wat voor Nederland als echt markthandelarenland. Een psychedelische af. Ja. Ja. Maar de truc is, wat dat betreft, ik weet niet of het met dit onderwerp te maken heeft, maar. Het is altijd, mensen willen altijd discussie over iets. En kunnen best een beetje de discussie zelf sturen door het een beetje af te leiden. En er zit altijd een wetmatigheid in. Iemand die iets bestelt of die een opdrachtgever is, die wil ergens, we noemen dat dan overeenplassen. En je moet natuurlijk zorgen dat het iets is wat niet het project geweld aan doet. Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt een discussie, er was een discussie over een beestje. Dat was een tor. En die zei van, die tor dat is ongedierte, die moet er niet in. Dan zeg ik, vind ik het wel lastig hoor. En dan op een gegeven moment, ik doe die tor eruit. En dan zeg ik, dan ging ik mijn handtekening en dan gaat het door. Ja, en maar ik heb wel ook, net zoals jij, ook wel heel mijn leven te maken met. Maar ik ben dat ook zo gewend. Dat mensen me aanstaren of zo, of wat van je vinden. Dat vind ik alleen maar leuk. Ja, want ik kan me inderdaad best wel voorstellen dat je komt er aardig als een stoere fan met een Harley, zeg maar. Heb je een Harley of niet? Nee joh, dat is zelfs de mop. Nou, dat is weer zo'n mop. Ik heb zo nooit een brommer gehad. Je hebt nog nooit een brommer gehad? Nee. Ben je op de fiets? We zijn een taxi. Taxi, ja, dat is... Ik zat op geen wel op een sportschool en die eigenaar die begon een motorclub. Een chapter en die zei wel van... Ja, dan wel een seat voor mij. Ik kon daar wel bij. Maar puur op mijn uiterlijk. Toen zei ik van... heb je een Harley? Ik zei, nee. Ik heb een Renault Scenic. Moesten allemaal lachen. maar mag ik dat niet? Nee, dat mocht niet. Maar ik kan toch achter jullie aanrijden met mijn Renault Scenic? Kan ik misschien nog wat gereedschap meenemen of zo? Ja, dat is altijd handiger. Moeten we niet over de Brienoordbrug? Dan rij ik om. Waarom ben je bang? Ik ben dus ook niet wie je denkt dat je... Ik ben ook best wel een schaap in wolfskleren, zeg maar. Ja, dat blijkt al inderdaad een beetje. Ja. Ik wil eigenlijk nog heel even een vraagje stellen over die Brienoordbrug dan. Waarom, als het persoonlijk wordt, dan mag je het ook afkappen. Maar waarom ben je bang voor de Brienoordbrug? Ik heb wat van vechtsport gehouden. Ik vind sommige dingen eng, maar met een mens sparren of vechten, dat vind ik heel overzichtelijk. Dat vind ik ook heel prettig. Ik heb hem ook naar mijn zus gestuurd. Mijn zus is... de eerste wereldkampioen kooivechten, MMA, Marloes Koenen. Want je hebt ook wel eens gedonder op straat, dat mensen je bepaalde manier bejegenen. Het heeft allemaal te maken met je zelfvertrouwen, hoe je over straat loopt. Niet of je grote spierballen hebt of dat zit echt hier tussen je oren. Ja, dat klopt. Of niet groter zijn, je hoeft niet allemaal tattoos te hebben, maar het gaat om of jij... mijn zus is daar heel goed in om dat mensen aan te leren via de vechtsport. Toch? Ja, dat klopt. Ik heb nu net twee sessies gehad. Eerst een introductieding. Ik ben ook nog geopereerd aan mijn rug. Dus ik ben heel opnieuw mijn lichaam aan het ontdekken. En een vrij mens dus, zoals ik dat vertelde. En soms ben ik me van geen kwaad bewust dat anderen op een bepaalde manier naar me kijken. En het is me laatst weer overkomen dat je dan dus, als het over seksisme gaat... Ik was hartstikke blij. Ik liep op straat om de krant te halen omdat er een artikel was waar ik weer een keer in stond. Het gebeurt wel eens omdat ik gewoon dingen doe. En ik was dus heel blij. En er komt een kerel op mij afgerend. En wat hij zei, omdat ik hem groette, was...
Hey, 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 I'm not homo. Ik ben geen homo. En hij begon mij te spugen en te slaan en te schoppen. En ik was er niet op bedacht. Het was dicht bij mijn huis, dus ik voel me ook nog veilig. Hij riep, ik ben geen homo. Ik dacht, heb ik dan aan mijn kont hangen dat ik dat wel ben of zo? Heb ik je überhaupt gezegd dat ik dat ben? En toen dat spugen en dan dat slaan erbij. En toen had ik jou gebeld. En nu ben ik bij Marloes, zijn zus, die dus echt een hele goede begeleider is. Ook over seksisme gaat dat. Want het gaat zeg maar over dat wat er gebeurt als je geklapt wordt. Dat er dan testosteron en al die feromonen en al die... En zij kan dat weer op een heel mooie manier in een spectrum plaatsen. Namelijk, het is normaal dat er in een systeem dingen gebeuren. Nou, dan kon ik daar wel naar luisteren en rustig worden. En nu weet ik ook dat ik best wel goed kan trappen eigenlijk. Dat is ook wel leuk voor de mensen die me straks tegenkomen. Mm. Beware. Ja, ik weet nog dat wij een keertje over straat liepen naar een tentoonstelling in de kunsthal. En ik heb dat nog nooit meegemaakt, weet je wel. Ik zeg, loop even met je mee naar het station. Yeah. En we lopen door het museumpark en er zitten een stuk of 20 gastjes zitten daar. En die beginnen ook echt te spugen en te schelden. Ik had er nog nooit meegemaakt. Ik vond het echt chockerend. Bizar, hè? Ja, ik werd ook gewoon bang. Ja. Want ik van, hier kan ik ook niks tegen. Bizar als het je ook komt, maar ik vraag me dan zo af, hoe zit zo'n persoon in elkaar? Hoe bedreigd? Nee. Ik vond het heel heftig. Wordt hij alleen al door het aanblik van jou? Daar had je het net over, van hoe voed je kinderen op? Kijk, als het idee algemeen geaccepteerd is dat een homo of een lesbi, of hoe je het ook wil noemen, dat anders is. Ja. Wij zijn normaal en jij bent de ander. Ja. Dan is het heel logisch. Heel bedreigend. En dan ook nog met elkaar. Want dan gaan ze elkaar voeden in een bepaald idee. Dat doen wij ook. Ik bedoel, wij vinden kunst leuk. Dus voeden we elkaar met kunst. Dat is ook een logisch ding. Alleen je kunt elkaar voeden met toxic ideeën. Toxic masculinity. Toxic femininity. Toxic sexuality. Als het niet meer leuk is en het voegt niet toe om dichter bij elkaar te komen, dan drijft het ons uiteen. Ja. Dat is gevaarlijk. En hoe je het weg moet krijgen, ik denk dus door alles wat we doen. Ja, maar verhalen ook, vertellen. Ik denk dat kunst daar wel degelijk een hele belangrijke rol in heeft. Heb je nog een liedje voor ons anders? Ja, ook. Ook dat. Ja. Nou, ik denk dat we daar toch zeker wel naartoe kunnen gaan ondertussen. Ja? Dan moet ik heel even kijken naar de redactie. Is het tijd voor... Nieuws. Het nieuws. Het nieuws. Ja? Hoe lang duurt het nieuws? Thank you.
Innenwall. Aldri meskaja vara er slav. Et vara bakker vielen in een funkhoen. De jor bara tillen idioot. Ja hatar va ni joti os. Niha ya fo no. Ere tactica sluten von kera. Voor je haar sluten brieën mij. Ere tactica sluten von kera. Voor je haar sluten brieën mij. Vi ska klä oss feminiteten som en dräkt. Den var aldrig våran. Ni skapade den som en del i era fara sjuka ideal. Hindrade oss från att bli något annat än det ni vill skapa. De kusjesmachine, ja hoor.